De stuurgroep Ontwikkeling Traditionele Medische Systemen Industrie heeft woensdag een werksessie gehouden waarbij verschillende actoren bijeenkwamen om te praten over hun bevindingen over de wet Ontwikkeling Traditionele en Integratieve Medische Systemen Industrie. Steve Silos, voorzitter van de stuurgroep, zegt dat de natuurgeneeskunde-industrie beschikt over aanzienlijke potentie die benut moet worden. Nu overal ter wereld het bewustzijn groeit. Ook zegt hij dat het verruimen van mogelijkheden voor gezondheidszorg zal bijdragen tot verbeterde welzijn en welvaart voor een ieder. De regering heeft onlangs nieuwe tarieven goedgekeurd voor de retributie op hout en de keuring van houtproducten. Deze tariefswijzigingen zijn bedoeld om de houtindustrie te reguleren en de duurzame exploitatie van houtbronnen te ondersteunen. De regering heeft ook tarieven vastgesteld voor de keuring van uitvoer van rondhout, houtproducten en bosbijproducten met differentiatie tussen Paramaribo en buiten Paramaribo. Deze nieuwe tarieven zijn bedoeld om duurzame houtexploitatie te bevorderen en bij te dragen aan verantwoord bosbeheer in Suriname. Wereldwijd wordt in de maand september stilgestaan bij kinderkanker. September is ook wel Childhood Cancer Awareness Month. En in dat kader heeft Lions Club Paramaribo Feliz gemeend de aandacht van de samenleving hierop te vestigen. Dr. Els Dams, internist-oncoloog verbonden aan het Jacones ziekenhuis, geeft aan dat kanker bij kinderen verschilt van kanker bij volwassenen. Kanker bij volwassenen kan mede veroorzaakt worden door de leefstijl. Bij kinderkanker is dat niet het geval.